De kroeg werd gedreven door een vrouw van een jaar of 50 die eruit zag of ze overal elders liever zou zijn, in de baaien, in de hel, overal. Zwijgend schonk ze de glazen vol en toen een oud, wapperend kereltje dat al vele deuren had opengemaakt binnensukkelde en bleef staan om zijn toestand door haar op eventuele mogelijkheden tot voortgezet vertier te laten schatten, schudde zij alleen maar van nee. Hij draaide gewillig om zijn as en kwam op zijn weg terug in botsing met een paar dat juist binnentrad. Ze maakten er geen punt van en gingen naast me zitten aan de tapkast. 2 cognacjes met suiker, zei de man. Hij was een zware 50er, niet echt lelijk, maar de natuur had zijn neus gedeformeerd tot een donkerrode aardbei, waaronder zijn mond een smartelijke streep vormde. De vrouw had zich opgeschikt voor de gelegenheid, droeg oorbellen en het hoedje dat beter in de winkel had kunnen blijven. Uit haar tas haalde ze een sigaret. En daar ik ook juist doende was er een aan te steken, hield ik haar de lucifer voor. Oh, dank u beleefd, meneer, zei ze. De man had het tafereeltje somber gadegeslagen. Nu wendde hij zich tot de kasteleines en vroeg met een gebaar naar de onaangeroerde glazen. Wat kost dat? 2,10 gulden, meneer. Hij legde het geld op de tapkast en verliet het pand zonder een woord. Wat gaan we nou krijgen? Vroeg de kasteleines. Ja, dat is om meneer hier, zei de juffrouw niet zonder coquetterie. Omdat meneer me vuur geeft. Nou is die jaloers. Nou zie ik hem niet meer terug vandaag, zo is die man. Het mens achter de tapkast knikte met een zeker ontzag en zei, gut, wat leuk voor u, op uw leeftijd, dat de man dan nog zo is. Ja, maar het is mijn man niet, zei de juffrouw. Het is een klant van me, ja, een klant van jaren, hoor. Elke 14 dagen komt hij speciaal voor mij uit Groningen. De kasteleines lachte smalend en vond, wat je verhaalt is lekker, of je daar niks hebt. Daar blijf ik buiten, antwoordde de juffrouw. Die man die heeft een zekere voorkeur voor mij. En een heer, hoor, een ontwikkeld mens, een bouwer. Hij heeft kapitale panden gezet. En hij behandelt me altijd als een fatsoenlijke vrouw. 'S Ochtends arriveert hij hier met de trein. En dan koopt hij een bloemetje en een chocoladecake. En daar komt hij dan mee aanzetten. En het eerste wat hij dan doet, is me mijn douceurtje geven. Daar heb ik dan verder geen kopzorg over. Goed, dan drinken we gezellig koffie met gebak. En ik babbel eens wat, hij niet. Hij zegt niet veel over het algemeen. Ik weet niet, die man is meer een peinzende natuur. Enfin, als dan de koffie op is, dan gaan we samen de stad in. En dan koopt hij wel eens wat voor me, een truitje of een paar handschoenen. Laatst heb ik een mooie paraplu van hem gekregen, zo'n lichtblauwe, weet u wel. Ik heb hem nou niet bij me, omdat het er niet uitzag naar regen. Maar een mooie, hè, en ijzersterk. Afijn, dan drinken we een glaasje zo hier en daar en we eten eens een happie. En dan gaan we weer terug naar mijn huis. De kasteleines hing lekker te luisteren en knikte begrijpend. Ja, en dan zal u denken, maar nee, vervolgde de juffrouw. Dat is nou juist het eigenaardige van die man. Als we nou thuis zijn, hè, dan gaat het altijd eender. Ik heb een paar maatjes in de kast, dus ik schenk hem nog een borreltje. En dan neemt hij plaats in de leunstoel bij het venster en dan gaat hij praten. Eindelijk gaat hij praten. Nou is die man een weduwnaar. Ja, niet van vandaag of gisteren. Hij is al 11 jaar weduwnaar. Maar die vrouw, die heeft hij nog altijd hoog zitten. Ene Anna. En daar praat hij dan over. Anna deed zus en Anna deed zo. Juffrouw, ik heb dat nooit gezien, maar ik kan het mens wel uittekenen na al die jaren. En ik zit er maar muisstil bij. En ik geef hem gelijk. Want ik weet precies waar het op uitloopt.
Op een gegeven moment dan begint die man te huilen. En niet even huilen, nee, een hele tijd huilen. Jesses, en wat doet u dan? Vroeg de kasteleines ademloos. Ik? Niks, riep de juffrouw. Wat zal ik doen? Per slot haalt hij van zijn eigen centen. Ik wacht gewoon tot hij uitgesnotterd is. En dan geef ik hem zijn jas en dan gaat hij naar het station. Ze had onder het praten de twee cognacjes uitgedronken en stond op. Toen de deur achter haar schrale gestalte dichtviel, zei de kasteleines peinzend. Helemaal uit Groningen.